Wij hebben deze wedstrijd speciaal georganiseerd omdat er voor de dames heel weinig gedaan wordt met vissen. Daarom hebben wij geprobeerd om een mooie dameswedstrijd op te zetten. En dat is aardig gelukt. Er zijn 19 dames vandaag. En dat is heel mooi. Het deelnemersveld, ik zie hier best wat bekende dames zitten. Noem eens een paar namen. Anja Groot, Mandy Zwart, er zijn er zoveel. Kele Goedhart, al die bekende meisjes die topcompetitie en WK's vissen, die zijn er allemaal. Kunnen de dames normaal gesproken niet met de heren mee vissen? Kan wel, maar daarom wouden we expres een keer een speciale dameswedstrijd. Want de heren die willen eindelijk niet hebben dat de dames mee vissen. Oké, nou goed, je hebt het nu voor de eerste keer georganiseerd. Wordt het een terugkerende wedstrijd? Ja, we willen elk jaar, de derde zaterdag van januari, willen wij deze wedstrijd gaan organiseren. Samen. Kijk, dames zijn minder vissende dames dan dat er mannen zijn, dat is duidelijk. Maar er zijn wel degelijk heel fanatiek vissende dames. Het mooiste voorbeeld is misschien wel een Nederlandse dame, Anja Groot. Ze zit hier aan de waterkant nu. 3 keer wereldkampioen. Ik weet, net zoals, laten we zeggen, in het topwedstrijd vissen bij de mannen. Nou, daar moet je aardig wat aan doen. Dus dat is echt wel leven voor je sport. Hoe stom dat ook mag klinken. Echt niet veel anders dan met andere sporten eigenlijk. En je bent bondscoach, een van de bondscoaches van het Nederlands team. Wat doe je eigenlijk als bondscoach als je naar een wedstrijd toe gaat? Ja, dat is een interessante vraag. Eigenlijk, je kan wel nagaan, maar we zijn bijvoorbeeld niet net als atletiekcoaches. Dus dat soort trainingen doen wij niet natuurlijk. Maar wedstrijdvissen, dat is een ervaringssport. Niet alleen een ervaringssport. Dus ieder water heeft andere gedragingen. En de vissen die erin leven, ook, kan ik wel eens zeggen. En wat je probeert te doen, meestal heb je aan een belangrijk kampioenschap heb je een trainingsweek die eraan vooraf gaat. Dan wordt er 5 dagen lang in alle sectoren van zo'n kampioenschap kan je een dag trainen. En je ziet wat de vissoorten zijn die er te vangen zijn. En je ziet ook de beste manier om ze te kunnen vangen. Iedere keer is dat weer anders. En dat probeer je met elkaar in zo'n week uit te zoeken om zo goed mogelijk, tegen dat het kampioenschap zelf gevist wordt, dat je de vismanieren weet. En ja, dat is nou maar een heel simpele uitleg, maar geloof me, dat is af en toe heel ingewikkeld. Hey, vandaag een havenwedstrijd. Wat is er zo speciaal aan een havenwedstrijd? Voor sommigen is het niet zo speciaal. Er zijn hier ook wat mensen die hier uit de omgeving komen en die kennen de jachthaven en die kennen ook de jachthavenvisserij. Hier in de omgeving zijn er helemaal veel jachthavens. Maar er zijn hier ook dames die hebben nog nooit eerder in een jachthaven gevist. Nou, typisch voor een jachthaven zijn van die plaatsen, dat trekken de vissen samen in de winter. Dus is er veel vis te vangen. Goed, het was in het begin nog wel moeilijk vandaag. Ik weet, er zijn hier betere momenten geweest, maar als je dadelijk aan het einde van de wedstrijd kijkt, zijn er absoluut mensen die hebben 15 kilo of nog meer vis aan relatief kleine visjes gevangen. Een paar honderd stuks. Nou, wat is er belangrijk? Handelingssnelheid hier, effectief vissen, niet te veel beter missen. Kortom, hier kan je je uitleven als visser, om het zo maar te zeggen. En wat is voor ons hier zo vooral het werk? Ja, je kijkt wat de echte talenten zijn. En geloof me, op dit soort momenten haal je die echt wel uit.